Dit is nieuwsuitzending nummer 169. En dat is een vervolg van dus uitzending van nummer 168. Waarin ik met Jurk Gliesman heb gesproken over het boek Rulers of Evil. En van daaruit heb ik nog twee vragen gesteld aan Jurk. En die gaat hij nou heel erg mooi voor ons beantwoorden. Dus luister goed naar hem. Het wordt een heel erg leuk vervolgstukje. Toch dienen wij twee masters, twee meesters. En dit, Perry, is voor mij een meer en meer ondraaglijk wordend conflict. Ja, ja, dat begrijp ik. En de bedoeling is dat wij de strijd overlaten aan de jongelingen. Dat zeggen de oude Chinezen. De jongelingen kunnen niks voor mij doen, alleen Christus kan alles voor mij doen, maar dan moet ik me volledig. En dan kan ik niet in dit systeem blijven functioneren en leven. Daar komt het op neer. Maar ik zeg het, daar kunnen we jaren over spreken. Ja. Ik heb ter afsluiting nog twee hele korte vragen aan jou, als je er nog tijd voor hebt. Tuurlijk. Ja. En de eerste die gaat over Sheikh Imran Hossein. Ken je die persoon? Oh, nee. Via YouTube nooit gezien? Nee. Wat hij zegt. Het is een Koranleraar. Hè? Mm-hmm. En wat hij zegt, dat in de Koran staat dat er een alliantie komt tussen de Koranlezers en de christenen. En daarmee bedoelt hij niet Rome. Nee? Hij bedoelt de orthodoxe christenen. Ja, die orthodoxe christenen zijn ook... Niet Rome. In ieder geval, hij zegt niet Rome. En dan zegt hij, als die alliantie komt, dan is de oorlog met Israël voorbij. Maar je hebt... De oorlog met de Joden voorbij. Dat is wat hij zegt, nu mag jij. Ja, maar ja, je hebt niet alleen maar de christenen van Rome, je hebt ook zogenoemde koptische christen. Mm-hmm. Je hebt ook zogenoemde orthodoxe christen. Mm-hmm. Dat wat al deze zogenoemde christen wel gemeen hebben, mm-hmm. is dat ze alle katholiek zijn. De Romeins-katholieke kerk is één ding, mm-hmm. maar je hebt ook nog de orthodoxe katholieke kerk. Russisch-orthodox, Grieks-orthodox. Oh, ja? Ook maar katholisch. Die is ontstaan uit dat schisma in 1054, waar dat de orthodoxe, de oosterlijke kerk gezegd heeft van, wij onderwerpen ons niet aan de Pontifex Maximus, wij onderwerpen ons niet aan die zijn patriarch. Ja. Patriarchisme. Ja. Ja? We hebben daarmee niks te doen. Ja. Maar die zijn in hun geloof even katholiek als de Romeins-katholieke kerk. Oké, een goed antwoord. En de koptische christen zijn dat ook. Geen enkel bijbelgelovige christ gaat ooit een alliantie met een moslim in. How can two walk together lest they agree? Mm-hmm. Ik kan alleen met iemand wandelen met die ik in akkoord ben. Uh-huh. Als ik een bijbelgelovige christ ben, dan maak ik geen compromissen over het woord van God, want het woord van God is waarheid. En de waarheid is niet te compromitteren. Ja, behalve natuurlijk dat hij, Sheikh Imran Hossein, tegen zijn volgelingen, dat zijn allemaal, hij predikt in Indonesië momenteel. Hij weet alles van 9-11 en hij kan Arabisch. Hij is geboren in Trinidad en hij heeft nog nooit van zijn leven een druppel alcohol gedronken. Hij kijkt ook vriendelijk over. Wat hij in ieder geval zegt, is dat het probleem, dat is Rome. Hij zegt bijna hetzelfde als Alexander Hislop met zijn Two Babylons. Want het is allemaal via Rome en hij ziet ook Amerika. En hij heeft ook gezegd van die ISIS-jongens. Hè? Ja, maar want, jij mag zo dadelijk. Over die ISIS-jongens. Hij zei tegen die lui, of tegen die mensen die naar hem luisterden, dat zijn Yankee jihadis. Dat is een Yankee jihad. Dat komt uit Amerika. Dat komt uit Washington DC.
Dan mag je helemaal niet aan meedoen. Idioot. Nou, dan geef ik hem gelijk. Tuurlijk, ISIS, ja. ISIS is een uitvinding van de CIA. Ja. Zoals Al-Qaeda een uitvinding van de CIA ja. was. Zoals alle terrorisme overal ter wereld gesponsord is door de regeringen. Ja. Lees al eens een keer van Daniele Ganza die boeken over Gladio. Ja. Ja, dat wat we hier in Europa hebben. Dat is helemaal geen discussie. Maar je laat je gemakkelijk misleiden door zo'n mens in een keer te zeggen van ja, maar daar heeft hem gelijk in. En je vergeet direct in die zin die je zegt van hij is zelf een moslim. Hij is gelover van een religie die opgericht werd door de Romeins-Katholieke Kerk. Maar mijn lieve vriend, Alberto Rivera, dat was ook een katholiek. Een geredder. En Richard Bennett ook, volgens mij. Moment. Ja. Alberto Rivera is iemand die als kind in een klooster van de Jezuïten opgeleid werd. Mm-hmm. Van begin af aan, van zijn jonge leeftijd al aan, gehersengespoeld werd. Mm-hmm. En die op latere leeftijd niet God gevonden heeft, maar God heeft hem daaruit gehaald. En hij is een bijbelgelovige christ geworden. Met Alberto Rivera is dat gebeurd wat in de Bijbel daarin staat. Dat Jezus zegt, iedereen die mijn vader naar mij stuurt, die ga ik ontvangen. Mm. En Richard Bennett was 21 jaar priester in de Romeins-Katholieke Kerk. Onder andere het grootste deel van zijn tijd in Trinidad. Want dat is ook deze wend waar je over spreekt. Ja, ja. Sheikh Imran Hossein. Ja. Ja, ik heb die naam al gehoord. Die was dus 21 jaar lang priester in de Romeins-Katholieke Kerk. En ook hem heeft God op de schouder geklopt. En gelijk in Openbaring 18 vers 4 gezegd. Kom eruit, mijn volk. Ja. In dit geval, kom eruit, mijn zoon, zal hem gezegd hebben. Ja. Dat je niet deelneemt aan zijn, aan haar zonden. Ja, maar is uw Sheikh Hussein bla bla blop? Ja. Ik ben al klaar. Een weergeboren christ? Is hij een bijbelgelovige christ? Nee. Dus we spreken, ja maar sorry, nee Perry, maar we spreken dan over twee totaal verschillende dingen. Ja. Kijk, al de reformers, beginnen bij Wycliffe, verdergaande over Tyndale, Mortimer, Ridley, Cranmer, Luther, Zwingli, Melanchthon, noem ze allemaal op. Ja. Ze komen allemaal uit de Romeins-Katholieke Kerk. Er was toen geen andere kerk. De enige andere, de enige ware kerk die er op dat ogenblik bestond, werd vervolgd door de Inquisitie en is in de ondergrond gelijk dat het in Openbaring erin staat, dat voor de vrouw een plaats in de wildernis gereserveerd wordt voor 1260 jaar. Ja? Maar uit deze kerk is geen enkel van die reformatoren uitgekomen. Die kwamen allemaal uit de Romeins-Katholieke Kerk. Omwille van dat God hun daaruit gehaald heeft. Omwille van dat God ook de vijand gebruikt om zijn doel te bereiken. Ja? En als uw Sheikh daar dingen zegt die op het eerste gezicht waar mogen klinken, dat wil ik helemaal niet bestrijden, maar ik geef te bedenken op het eerste zicht. En als lang als deze persoon een uitoefende, dus een praktiserende moslim is, en leert en gelooft en doet en leeft wat in de Koran staat, zolang doet hij niet dat werk van de God van de Bijbel, maar doet hem het werk van Satan. Wie de God van Islam is. Ja, en het kan zo zijn dat hij het werk van de Heer wil doen. Dat hij alleen maar misleid is.
En op welke manier hij dan ook maar meewerkt, dat maakt mij niet uit. Maar wat ik erg prettig vind aan die man, is dat hij duidelijk zegt, want er is helemaal geen strijd tussen ons en christenen. Er is een probleem met Rome. En ik snap heel goed dat de vijand van mijn vijand niet per se mijn vriend is. Aan de andere kant, het is wel de vijand van mijn vijand. Nou, dan heb ik nog een tweede vraag. Maar wil je nog iets als laatste zeggen? Want jij bent mijn gast. Wel, ik vind je denkwijze aan de ene kant interessant. Aan de andere kant probeer ik altijd maar dan een keer op te wijzen waar de gevaar daarin ligt. Ja. Als wij op een bepaald ogenblik compromissen tot de waarheid maken. Ja, oké. En die gevaar ligt bij zo'n momenten zeer dichtbij. Ja, dat is waar. Kijk, ik ga die Scheik niet beoordelen in zijn werk. Uh-huh. Dat ligt niet aan mij. Uh-huh. Maar ik ga jou en onze toeschouwers één ding zeggen. Uh-huh. Op den ogenblik, als jij een compromis sluit, heb je niet meer als je basis de rots waar je op staat. Jezus ja. Christus. Ja, dat begrijp ik. Heb jij niet meer dat woord van God achter u? Is dat niet meer uw enige en alleenige autoriteit van uw geweten? Van uw doen, van uw dogma, van al uw verhoudingen, van al die dingen die je denkt, doet en zegt. Ja. Dus, want de waarheid gaat geen compromis in. Exact. De leugen gaat ook geen compromis in. Uh-huh. Daarom staan die twee zo loodrecht tegenover elkaar. En daarom heeft zo'n slimme mens als Hegel de Hegelse dialectiek uitgevonden, uh-huh. Waar dat hij zegt, links heb ik wit, rechts heb ik zwart en in het midden heb ik heel veel grijs. Ja, precies. Ik wil nog een keer een uitzending met jou doen, waarin ik stil ga staan bij hoe Arthur Schopenhauer hele leuke grapjes heeft gemaakt over Hegel. Mm-hmm. Ja, andere keer. Maar de tweede vraag, en dan stoppen we ermee. Platte aarde. Mm-hmm. Mijn insteek in dit onderwerp is, er is voor mij een strikt verschil tussen de werkelijkheid en onze voorstelling van de werkelijkheid. Dat betekent, de voorstelling is dat je met een, zoals die vrijmetselaars, met een passer en een dinges, en dan kan je meten. En zoals op zee vroeger, dan wisten ze gewoon hoe hoog ze zaten. Maar hadden ze een instrumentje en dan moest je, heet het toch, een zonnedinges of zo? Het schieten van de zon. En dan moest je precies het aantal graden, en dan wist je hoe hoog je zat. Dat is een model. En dat model gaat ervan uit dat de aarde rond is. Ja, dat is als je heel ver gaat varen, werkt dat. Niet op korte termijn. Ik wil dus maar zeggen, ik irriteer me er erg aan. Want Joshua, die heeft toen gezegd in het Oude Testament, zon sta stil. Maar is dat nou echt het bewijs dat de aarde plat is? En hoe dik is de aarde dan? Ik wil maar zeggen dat ik geloof best dat de aarde plat is, want zo is die voor mij ook. En de zon draait om ons heen, zo voel ik dat ook. Als ik 's morgens wakker word, dan denk ik dagzon als ik de zon op zie komen. En als de zon ondergaat, dan denk ik dagzon als die ondergaat. Dus de zon draait om ons heen, voor mij. Maar in een model. Ik heb nog nooit een platte aarde video, YouTube dinges gezien, waarin ik dacht van, oh, zit het zo. Het alleen maar hele ingewikkelde filmpjes. Die Rob Skiba en ook die Johnny Cirucci, die doet er ook aan mee. Je kan niet dan heb je zo'n videoprogrammaatje en dan kan je planeetjes maken. En dan maak je een ellipsje en dan zet je tekstjes in en pijltjes erbij. En dan zeg je lente, zomer, herfst. En de aarde is plat. Ik vind het echt, ik vind het giftige taal. Nu mag jij. Ah, ik mag. Oké. Okay. Het moest er even uit. Ik heb me er erg aan geïrriteerd en ik kan er niks aan doen. Oké, dan wil ik ten eerste een keer op één ding gaan wijzen. Uh-huh.
En dat is dat je alsjeblieft die twee onderwerpen door elkaar gooit. Ja, gaan we door. Je begint te spreken over een platte aarde of een sferische aarde, een bal. En dan vernoemde je Joshua, die in het 10e kapitel in vers 12 zegt, zon sta jij stil in Ashkelon en maan sta jij stil in, weet de plaats nog niet. Ja. Dat hij op dat ogenblik de zon beveelt om te blijven stilstaan, heeft niks daarmee te doen of dat we op een platte of op een ronde aarde leven. Dat, daar heb je, precies, heel goed, gaan we door. Dus, daar is al je eerste denkfout in. Ja. Als je zo dingen door elkaar gooit. Ja. Het gaat over het model tussen, leven we in een geocentrisch systeem, of leven we in een solar systeem? In een solar systeem. Ik ga mij daar niet over uitspreken. Omwille van dat de Bijbel niet sluitend is. Maar op verschillende plaatsen in de Bijbel staat erin dat de aarde vast staat. Dat ze op zuilen staat. En alles erop en eraan. En als ik gewoon de eerste zin van de Bijbel als... Een mens kan lezen die geen eigen gedachten heeft, maar gewoon de Bijbel voor de eerste keer vastneemt en dan logisch nadenkt, dan staat erin, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Ja. Als ik dan gewoon eens een keer logisch nadenk, ja, als ik als allereerstes de aarde ga scheppen, dan ga ik van daaruit, dan ga ik dat in het centrum doen en ga van daaruit alles andere gaan scheppen. Ja, zo is het ook. Daar geef ik dat niet ergens links in een bovenhoek of rechts in een onderhoek kan zetten, dat is vanuit het midden creëer ik alles. Dan is in de eerste plaats de aarde het centrum van het universum. En dan draait alles rond de aarde wat later gemaakt wordt. Ja, want pas op een later dag, zei God, en ik maak een groot licht voor de dag en een klein licht voor de nacht. En die dienen voor jaartijden en voor maanden. En dit, die dienen daarvoor. Ja. Dus de zon dient de aarde. De maan dient de aarde. Ja. Ja. Niet volgens de Romeins-katholieke leer. Ja. Tot een kleine 500 jaar geleden, Perry, was iedereen ervan overtuigd dat de aarde plat is en dat ze stilstaat. Totdat de leer van mensen kwam als Galileo, Copernicus, Kepler en al die mannen. Galileo werd als ketzer gedood, omdat hij gezegd heeft, en ze beweegt zich toch. Bla, 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 bla. Zo mannen hebben ze altijd nodig. Zo mannen gebruiken ze altijd. Laat die dan daarvoor sterven. Voor wat? Voordat op het einde de kerk de winnaar is. Gelijk bij de Jezuïten. Daar gaat het over. Die ene enkele persoon speelt toch geen enkele rol. Nu vandaag de dag wordt dat systeem van Galileo, van Copernicus en van Kepler overal geleerd. Wat de Romeins-Katholieke Kerk toen met die mensen gedaan heeft, speelt geen rol. Die leer is vandaag de dag overgenomen. En waarom? Omwille van dat als je van een heliocentrisch systeem spreekt, daar wou ik op neer, niet geocentrisch, maar heliocentrisch systeem spreekt, en als je van een ongelooflijk, oneindig wijd universum spreekt, waar de aarde maar één kleine bal ergens onbelangrijk rond aan het zweven is, en met 66.000 km per uur door het heelal vliegt, en zich binnen 24 uur één keer om zichzelf draait, en binnen 365 dagen één keer om de zon draait, en die planeten dus ook allemaal met deze snelheid door het heelal zuizen, daardoor wordt de aarde vrij onbelangrijk, zal ik maar zeggen. Ja, dat is waar. Laat me uitpraten, alsjeblieft. En kunt direct op antwoorden. Anders kunt het liever in twee delen gaan doen, deze video. Nee, ik ga hem toch knippen. Ga maar door. Maar daardoor dat de aarde al onbelangrijk is, hoe minder belangrijk zijn dan de mensen die daarop leven? Nog onbelangrijker dan de mieren. Ja? En dat is precies wat Satan wil bereiken. En dat is tegen alles wat de Bijbel in leert. Ik kan je één ding zeggen. Ik kan me nooit officieel op een video hier vastleggen van dat ik kan zeggen die aarde is plat of die aarde is rond. Ik heb alleen mijn bedenkingen bij bepaalde uitspraken. En als ik bijvoorbeeld Jezus hoor zeggen
dass als Jesus selbst sagt, als ich zurückkomme, soll jeder Menschen auch mich sehen. Mhm. In demselben Augenblick. Da muss ich mir jetzt ein bisschen auslegen. Als er hier boven in Europa verschijnt, hoe kan ik hem zien als ik in Australië ben, aan de andere kant van een bouw onderaan? Ja, ja. Ja, ja. Dat kan in feite alleen maar als de aarde plat is. Ja, ja. En daar zijn zoveel video's over van dat satellieten niet bestaan. En ik heb met Robert Newman in Hour of the Truth gesprekken gehad. Niet in Hour of the Truth, maar apart van dat we er opgenomen hebben, waar dat hij zegt van dat men de afstand van de aarde en de zon heel gemakkelijk kan meten en dat dat geen miljoenen van kilometers zijn. En. Dat is een bodemloze put als we aan die discussie gaan beginnen. Hmm. En ik ga u heel eerlijk zeggen, ik ga aan deze discussie niet aan meedoen, omwille van dat het allemaal onbelangrijk is. Kijk. Belangrijk, laat me uitpraten, belangrijk is dat de mensen begrijpen wie Christus is. En dat ze ook begrijpen wie Antichrist is. Ja. Niet een of andere fictieve persoon die enkele jaren bevor Jezus terugkomt ineens een keer verschijnt, gelijk de futuristische Jezuïten Romeins-Katholieke leer leert. Mm-hmm. Maar dat het pausdom de Antichrist is. Ja. Door het geschiedenis heen. En dat het protestantisme een terugkeer was naar de apostolische geloof. Hmm. Naar dat geloof dat die apostels de eerste kerken geleerd hebben direct nadat onze Heer Jezus Christus gekruisigd was en terug opgestaan was. Hmm. Deze apostolische bijbelse geloof, deze historische zicht op het geschiedenis en op bijbelprofetieën, en dat te verstaan en op die manier Jezus Christus niet alleen te herkennen, maar ook te herkennen voor mezelf, uit te nodigen in mijn leven, hem te vragen mijn leven over te nemen, want ik ben gestorven in Christus en nu leef ik met hem en hij in mij. En dat ik weet wie de antichrist en de vijand van de mensheid is, dat vind ik belangrijk. Ja. Al die andere dingen, dat is alleen maar goed om conflict te zaaien. Je hebt een persoon opgenoemd in jouw korte opzomming, Johnny Cirucci. Ja. Ik heb met Johnny Cirucci juist 2 e-mails uitgewisseld in mijn leven. 2 of 3 e-mails. Mm-hmm. Hij wilde mij een keer voor zijn zending halen. En ik heb naar enkele van zijn uitzendingen geluisterd. Ik heb een uitzending hier waar hij mij aanvalt zonder mij te kennen. Oh. Want hij zegt zelf van, ik heb met Jörg maar 2 e-mail-uitwisselingen gehad, maar dit en dit en dit over hem. Ah. Hij kent mij niet, maar hij valt mij aan, officieel in zijn uitzending. Uh-huh. Met zo'n mens ga ik zeker niet spreken. Omwille van dat Johnny Cirucci van mening is, en dat vertelt hij overal en aan iedereen die het wil horen en die het niet wil horen. Uh-huh. Hij zegt dat de 1611 King James Authorized Version of the Bible is hoe zegt hem dat? Shakespearean gibberish. Ach nee. Ja, nee, ja. Ja, nu het zegt. Nu het zegt. Dat met herinner ik mij ook, mens, ja. Ja, met zo'n mens, Perry, ja, heb ik niks gemeen. En op zo'n mens ga ik ook helemaal niet op in. Dus zelfs als hij dit nu hoort en verstaat, wat ik niet geloof, maar was hem met iemand verteld, geluisterd, nee, 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 wat Jörg over gezegd, ik heb daar geen probleem mee. Ik heb met die mens nooit gesproken aan de telefoon, nooit gesproken via Skype. We hebben 2 of 3 e-mails met elkaar uitgewisseld. Hij heeft mij beledigd op een van zijn shows. Ik heb het hier op mijn computer, ik kan je de MP3 afspelen. Je kunt het beluisteren, amazing, zonder dat ik die mens ooit iets gedaan heb. En hij beweert bij hoog en laag, hij beziet de King James Bijbel als Shakespearean gibberish. Ja. Gibberish, hoe je dat ook wilt vertalen naar het Vlaams naartoe. Ja. Kunnen we ja eens een keer gaan Rabbel doen. Rabbelpraat, ja. Ja, zoiets in die richting. Hè. Allee, als ik druk hier op wissen, dan moet je ook wissen, hè, jong. Gibberish. Brabbeltaal.
Brabant ja? verhaal, ja. Koeterwals. Koeterwals, ja, Koeterwals. Koeterwals. Ja? Ja. Als iemand beweert dat het vandaag de dag bewaarde woord van God in de Engelse taal, dat is, dan heb ik met die mens geen gemeenschap. Dus, kort samengevat. Joshua heeft de zon bevolen stil te staan. Dat heeft niks te doen met een platte aarde of ronde aarde. Dat heeft daarmee te doen of dat de aarde zich beweegt of dat de zon zich beweegt. Oh, dat is echt een opluchting dat jij dat nu zegt. Want het ging om de werkelijkheid van dat moment. En in de werkelijkheid was het dat de zon stil stond. En de maan die ging nog even door en die stond daarna stil. En toen wonnen we. Dat is het verhaal, weet je toch? Ja. Daar gaat het om. En niet... Nee, dankjewel. Je hebt echt ontzettend goed antwoord. Ook over Sheikh Imran Hossein. Ik denk dat je gelijk hebt, hoor. Ik denk dat Sheikh Imran Hossein ook echt een keer de King James open moet slaan. En gewoon Genesis moet gaan lezen. En dan verder. En dan kijken waar die dan uitkomt. Ja. Kijk, dat woord planeten. Mm-hmm. Dat wil in Engels... Eigenlijk zeggen, wandering star. Klopt. Het komt van planaire. Ja, daarom Grieks. Is de aarde ook geen planeet. De aarde is de aarde. En God heeft daarna al die sterren gemaakt. En al die sterren zijn fix. Zijn vast. Ja. Maar er zijn enkele sterren die wandelen. En dat zijn de planeten. Mars, Jupiter, Saturnus, Venus, Uranus en noem ze allemaal op. Allemaal benoemd naar Romeinse goden natuurlijk. Ja? Ja. Maar dat zijn wanderende sterren. Ja. En de aarde is het centrum van het heelal. Wat denk je waarom dat zoveel meteoren op de aarde vallen? Dat zijn allemaal dingen die in het heelal gespatterd zijn op de ogenblik als wij de vloed hadden en de fountains van de hemel in de lucht opengingen, want je had, boven de lucht had je ook nog water. Mm-hmm. Ja? Want God heeft toen de waters verdeeld. Hè? En er was water boven het firmament en water onder het firmament. Hè? Mm-hmm. En dat water dat boven het firmament is, is daar nu niet meer. Hè? De aarde heeft ook na de vloed een ganz andere atmosfeer. Jong, daar kunnen we uren over blijven praten als we daar een keer mee bezig zijn. Interessant, ja. Maar dus daardoor zijn heel veel dingen in het heelal gespat. Want wat zijn de meeste meteorieten? Dat zeggen ze toch zelfs bij NASA. Mm-hmm. Dat zijn ijsbollen. IJs is bevroren water. Ja, waar komt dat water vandaan? Nou, wel, dat is van de aarde omhoog gespatten in tijd. En dat alles, is een wat vet keer, alles wat is een keer van hieruit in het uit het centrum weggedrukt wordt, wegvliegt van hier, komt op den duur ooit eens een keer terug. En dan valt het op de aarde. Ja, dat is heel simpel, hè? Ja. De aarde is het centrum van het universum. Ja, vind ik ook. En God zegt het heel duidelijk in Genesis 1.1. Je moet het verder niet gaan zoeken. Je moet het gewoon geloven omdat hij het zegt. Ja. En dan versta je dat alles wat de Romeins-Katholieke Kerk leert, alles wat Satan leert in dat opzicht, is 180 graden omgekeerd van dat wat in de Bijbel staat. Ja. Ja. En als de Bijbel u dus min of meer klaar maakt op verschillende plaatsen, ik heb nu geen goesting om ze te zoeken, dat kun je zelf een keer doen. Aha. Het staat in de Psalmen geschreven dat de aarde gebouwd is op, staat op zuilen. Het staat in de Psalmen geschreven dat God de hemel stent uitgebreid heeft. Ja? Ja, is ook zo, is ook zo. Het staat alles in het boek beschreven. En alles dat wat in de Bijbel staat, wordt door de antichrist 180 graden omgedreht. Ja. Abel Perry, dat is leren tegen het leren. Ja. Nu jij. Ik ben door mijn vragen heen. Ik vind dat ik ontzettend goed antwoord heb gegeven. Ja. Ik had gewoon nog twee vragen achteraf. Het is ja, wel, doe maar. Ja. Dus, ja, we hebben toch nog over het overschreden. Je moet toch ergens gaan knippen. Dus kunnen die vragen eveneens nog stellen. Hè? Nee, ik had er maar twee. Die heb ik nou gesteld. Over die platte aarde en Sheikh Imran Hossein. Ik was gewoon benieuwd. Nou, dan, jij hebt je laatste woord gedaan? Of wil je nog een afscheidswoord nemen? Anders ga ik afronden. Ik denk het wel, maar ik zou graag nog een keer eventjes een herinnering roepen. Waar het in feite over gaat.
De laatste zin op pagina 29 in dat boek Rulers of Evil, ja. Heersers van het Kwaad. These parallel simultaneous quests of for holiness would define modern life's underlying conflict. Which master do I serve? Rome or the Word of God? Welke Heer ga ik dienen? Rome of de mens? Of Jezus Christus, God, die mij geschapen heeft. En Jezus Christus, die voor mijn zonden, waar ik geen... Ik ben in deze aarde geboren in overtredingen en zonden. Ik heb er niks aan te doen. Mm-hmm. Ik persoonlijk heb geen enkel fout begaan, mm-hmm. maar Adam heeft een fout gedaan. Dus ik ben er niet voor verantwoordelijk dat zonde en dood in deze aarde gekomen is. Maar ik ben er ook niet voor verantwoordelijk dat de tweede Adam dat we weggenomen heeft. Dat is het gift, het geschenk dat hij mij geeft. Het geschenk van de genade. Doordat ik aan hem geloof, als ik dat doe, wat Adam al bevolen geweest is, wat Adam niet gedaan heeft, als ik dat doe, dan krijg ik van die Heer het eeuwige leven geschonken. Dat is alleen maar die vraag. Luister ik naar de Heer, de man in Rome, of luister ik naar de Zoon van de mens? Precies. Jezus Christus. Okay. Ik, voor mijn part, heb mijn keuze gemaakt. Ik ook. Welke keuze jij maakt, dat moet jij weten. En als je daar vragen over hebt, en als je mij graag een keer wilt spreken daarover, dan kan dat. Je kunt mij altijd bereiken via mijn YouTube-kanaal Joggler66. En de link voor die kanaal doet Perry in de beschrijvingsbox van deze video. Hier, als je erop klikt, komt op mijn kanaal. En als je in de About-section gaat, over-sectie, dan kun je mij een e-mail sturen, een bericht sturen via mijn kanaal. Of je kunt een aanvraag doen op Skype. Mijn Skype-naam is Joggler77, gelijk mijn kanaal Joggler66 is dat Joggler77. Doe een contactaanvraag. En schrijf bij deze contactaanvraag bij waar je mij vandaan kent. En dan ga ik u als contact toevoegen. En we kunnen ook graag ons een keer over Skype uitwisselen. En spreken over deze dingen. Daar sta ik open voor. En voor de rest wil ik mij bedanken voor het luisteren, voor het toekijken. En wees zeker dat je je niet alleen die vraag gaat stellen. Welke meester ga ik dienen? Maar dat je vooral die vraag op de... hopelijk voor u correcte manier beantwoord. Bedankt. God zegene u en wees met u en bescherm u op al uw wegen. Tot de volgende keer. Tjus. Nou mensen, Jurk blijft er even hangen. Dan gaan we nog even nakletsen. Ik wil je ontzettend bedanken. Ik ga deze uitzending in tweeën knippen. Dus is het deel B. En dat was een beetje afgedwaald. Maar we hebben... tot met pagina 29 afgehandeld. Dat is geen geintje wat Jurk en ik gedaan hebben. Ik ben Nederlander, ik ben geboren onder Amsterdam. Hij komt uit Hamburg en wij zitten eventjes voor jullie Engels in Nederlands te vertalen om jullie te leren hoe het zit. En er is een antwoord en daar staat Jurk meer dan ik altijd bij stil. Ik hoef het nu niet te herhalen wat Jurk gezegd heeft, maar je weet het wel. Dus dan ga ik hem nu even op de pauze zetten. En op zijn Hamburgs, en dat is allemaal heel toevallig dat Jurk Liesman ook uit Hamburg komt. Maar dan sta ik hier, tjus. En dag lieverds.